Ah, bonjour. Vandaag tekenen wij een croissant. Vind je het ook zo altijd zo lekker op zondag? Een broodje bij het ontbijt. We hebben wel eens van die afbakbroodjes. Of we halen het bij de supermarkt. Hier zijn de supermarkten op zondag open. En die hebben een eigen bakkerij. Ik vind het toch wel lekker. Een croissantje met wat jam en roomboter. Ik weet het is natuurlijk niet goed. Maar zo één keer in de week op zondag. Ja, dat gaat er wel goed in. Maar hoe teken je nou croissant? Laten we dat eens gaan proberen. Doe je even mee? Ja, een croissantje. Hoe ziet die er nou uit? Nou, laten we dat eens even... Een croissantje, ja. Je moet weten, ik heb ook een bakkersdiploma. Dus ik zou eigenlijk moeten weten hoe een croissantje eruit ziet, hè. En ik denk zoiets. En het hecht uit mijn hoofd. Ik vind het best een goede croissant, al zeg ik het zelf. Nou, wat je daar dan weer doet, die geven hem weer een beetje diepte. Door te arceren krijgt hij een beetje een dieptewerking. Ik kan er ook nog een schaduwtje aangeven zo. En we hebben een croissant. Croissant kan natuurlijk ook nog wat meer in elkaar zitten. Beginnen we altijd met dit vlak. Kijk, en dan... Croissantje kan natuurlijk ook nog zo, hè. Dat hij wat ronder loopt qua vorm. Nou, ik krijg bijna honger. Bijna trek in een croissantje. Ik zie jullie morgen weer in de volgende video.